Ik ben Remy. Ik doe al regelmatig met mijn mama een museum die over de Eerste Wereldoorlog gaat. Ik vind het vooral erg dat ze beginnen vechten om land te winnen. Dat ze dan iedereen dood doen. Remy is inderdaad heel hard bezig met de oorlog in Oekraïne. Ook omdat er een bepaalde periode bij het begin van de oorlog een kindje uit Oekraïne in zijn klas heeft gezeten. Die is moeten vluchten. En hij volgde dat heel sterk op Karrewiet en hij las zelfs de krant om te weten hoe dat het evolueerde. Vooral toen ik het nieuws hoorde dat Frankrijk soldaten ging sturen naar Rusland, dacht ik wel, oei, wat doe jij nu? Straks vechten ze terug en beginnen ze dan ook nog naar ons te vechten. Soms ben ik wel bang dat er misschien een derde wereldoorlog kan komen. Ja, ik vind dat zeer belangrijk om de blik van allebei mijn kinderen zo breed mogelijk te houden. Remy is zeer geïnteresseerd, wat het soms wel heel intensief maakt om samen met Remy naar een museum te gaan, omdat hij heel veel vragen stelt en waarom is dat zo en waarom is dat zo. We hebben die lamp zien staan. En dat die jou denken aan... De lamp van Aladdin. Ja. Mm-hmm. En in de kapel kwamen we toen boven en toen zagen we daar... Die lamp, ja. Eigenlijk was dat bijna aan het midden staan, ja. Voor het altaar. Remy, dat stuk dat je uitgekozen hebt hier, dat is eigenlijk een van onze belangrijkste museumstukken, zeg maar. Dat is onze Tok Age lamp. En wat is dat? Tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn hier 500.000 soldaten door deze kapel gekomen, door ons Talbothuis. Die hadden allemaal heel veel problemen. En hier in Talbothuis kwamen ze even tot rust, konden ze ademhalen, konden ze toffe dingen doen, denken aan de mensen thuis. Nu, als de oorlog gedaan is, gaan al die soldaten naar huis. Maar thuis zijn er ook problemen, ze vinden geen werk opnieuw, ze hebben nog altijd die nachtmerries. En dus eigenlijk denken ze, we willen terug naar Talbothuis. Maar ja, dat is in België, we geraken wij niet in België. Dus zeggen ze, wij gaan Talbothuis dat hier namaken in ons dorp. En we hebben een cool logo nodig. We gaan iets pakken die een beetje mysterieus is. Zo'n lamp, like van Aladdin. En we gaan daar een kruis aan hangen. Dat is het wapenschild van Ypres. En dat lichtje symboliseert eigenlijk de vriendschap, de hoop op een beter leven. Ga je eens een keer aansteken?